Ons coronabeleid is een aaneenschakeling van fouten door gebrek aan de juiste visie. En iedereen kan het al ruim een jaar lang zien gebeuren. De keuken staat in de fik, maar ach, de badkamer brandt nog niet. Dus we blijven lekker op de bank zitten en inmiddels smeulen de boekenkasten, branden de gordijnen en stikken we met z'n allen in de rook. En je zou kunnen zeggen dat dat slechts verkeerde inschattingen zijn geweest. Maar voorzitter, het waren bewuste keuzes. De keuze was zo min mogelijk besmettingen of zoveel mogelijk besmettingen als de IC's kunnen dragen. Risicogroepen beschermen of KLM laten vliegen. En maximale indamming van het virus of immuniteitsopbouw door het virus vrolijk rond te laten gaan. Dit kabinet koos voor een strategie die een maximaal aantal mensen ziek laat worden, net zolang tot het laatste ziekenhuisbed is bezet. Niet voor het beschermen van mensenlevens. Want via immuniteitsopbouw zou de samenleving eerder open kunnen. Dat is ons verteld. Dat was de redenering. En dan kan de economie blijven draaien. Maar wat bleek? Sturen op IC-capaciteit met als doel immuniteitsopbouw is schadelijk voor de economie. Schadelijk voor ons welzijn. Schadelijk voor onze vrijheid, schadelijk voor onze gezondheid en het kostte ons al vele mensenlevens. Sturen op zo min mogelijk besmettingen in afwachting van voldoende vaccins, dat had veel leed en een voortslepende lockdown kunnen besparen. En dat voelen onze jongeren die onder eenzaamheid en depressie wegkwijnen in hun kamer. Dat weten de zorgmedewerkers die in grote getale uitvallen door stress en burn-outs. En dat beseffen ook de jongere mensen in de risicogroepen en hun mantelzorgers die nu al ruim een jaar binnen zitten. En dat allemaal omdat Rutte's muurtje om de risicogroepen heen een gevangenishek van gedwongen zelfisolatie bleek. Het kabinet vraagt om vertrouwen in de deskundigen, maar ondermijnt zelf haar eigen draagvlak door te leunen op een OMT dat veldepidemiologen en public health experts weert en bovendien geen representatieve afspiegeling is. Niet zozeer alleen van de samenleving, maar ook qua disciplines. Het meest funest echter is de strategie die gezonde mensen vrijheid belooft door kwetsbare mensen buiten te sluiten. Voorzitter, er zijn op dit moment drie zaken van belang. 1. Dit kabinet moet breken met de huidige koers en kiezen voor het beschermen van iedereen in de samenleving. 2. Wij als Kamer moeten deze strategie en haar desastreuze gevolgen evalueren. En 3. Nederland moet weer voelen dat het kabinet er is om de inwoners te steunen met inkomensregelingen en mentale hulp. En voorzitter, dan nog de vaccinatiestrategie. Veel besproken nieuwsuitzending van gisteravond heeft laten zien een reconstructie van 3 maanden vaccinatiepuinhoop. En het kabinet is te laat begonnen, er zijn onbegrijpelijke bureaucratische keuzes gemaakt, er wordt gebogen naar lobbygroepen en belangrijke organisaties worden niet aan tafel uitgenodigd. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, voorzitter, wachten er, zoals al eerder benoemd, veel 90-plussers in dit land op een uitnodiging, terwijl de vaccins op de plank liggen. Vanmorgen hoorden we, ja, personele capaciteit is ook het probleem niet, maar voorzitter, wat is dan wel het probleem? Waarom lukt het de minister niet? We betalen met z'n allen de prijs voor dit wanbeleid en niet alleen financieel. Hierover moet op termijn verantwoording worden afgelegd en ik wil bij deze alvast voorsorteren op een parlementaire enquête. Die moet er komen. Maar eerst moet dit proces met vaart op het goede spoor komen. Erkent de minister dat het vaccinatiebeleid tot nu toe heeft gefaald? Wat gaat hij doen om het recht te trekken? En voorzitter, ook dit onderwerp komt weer terug bij de bestuurscultuur die hier gekoesterd wordt. De vorige Kamer koos ervoor om ruimte te geven aan dit kabinet, maar alles in ogenschouw nemen wil ik onszelf vragen. Deze nieuwe Kamer ook vragen. Wat is er nodig? Hoeveel fouten en chaos tolereren we nog? De strategie was een fatale fout, het vaccinatiebeleid een onnavolgbare chaos. Wat is er nodig voordat deze Kamer zegt, het kan zo niet verder? Ik reken dat de vorige Kamer zeker aan, maar ik vertrouw er ook op, voorzitter, dat deze nieuwe Kamer de handen ineens slaat om rechtvaardig en solidair uit deze crisis te komen. Bijeen zal daarom moties steunen die pleistertjes plakken, maar het is een slagaderlijke bloeding zolang de minister dit pad blijft volgen. En er is nog veel meer om over na te denken, hoor, voorzitter, want we kunnen het ook nog hebben over het opheffen van patenten, de rechtvaardigheid in de internationale distributie van vaccins, inkomensregelingen voor sekswerkers. Maar ja, daarvoor is nu mijn spreektijd te kort. Bijeen zal echter zeker zorgen dat deze gesprekken op een later moment nog worden gevoerd. Dank u wel, voorzitter.